Ik weet niet of je zo blij moet zijn om een wolf tegen te komen. Het is exact 7 uur. Ja. Alsof hij wat ziet, ja. En toen ineens lagen de twee dood op de grond. Oh ja, 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 ja. Goedemorgen allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik praat nog een beetje zachtjes, want het is heel erg vroeg. Ik hoop dat jullie het zien, maar het is nu 6:15. En wij gaan vandaag een dauwtraprit maken. En dat betekent dat we super vroeg een buitenrit gaan maken in het bos. Het doel is om rond 7 uur 's ochtends op ons paard te zitten. En dan zou het natuurlijk heel leuk zijn als we wild tegenkomen. Want ja, dat is ook wel de reden waarom je zo vroeg een buitenrit doet. Om ja, wild tegen te komen, want er zitten hier heel veel herten, dassen. Vossen, er zitten hier zelfs wolven. Maar ik weet niet of je zo blij moet zijn om een wolf tegen te komen. Ik doe de buitenrit niet alleen, want de eigenaar van Phoebe gaat ook gezellig mee. Dus ik heb er heel veel zin in. En we moeten gauw gaan. Dus doe een duimpje omhoog als je er zin in hebt. En dan zie ik jullie op stal. Hey, Boekje. Wat vond jij ervan dat ik ineens zo vroeg bij je was? Jij schrok wel even, hè, vanochtend van, hè? Zo vroeg al? Maar gelukkig was Buddy ook al wakker, hè, Ben? Goedemorgen, paardjes. Oh, het is wel heel mooi zo. Met die zon en nog verderop een beetje mist. Wauw! Ik had het volgens mij nog niet laten zien, maar ik heb wel echt de perfecte broek aan voor vandaag. Hij heeft een beetje een camouflageprint. Dit is namelijk een broek die ik van Harry's Horse had gekregen uit de nieuwe zomercollectie. En die kan ik nou perfect aandoen. Kijk, zijn we nog een beetje gecamoufleerd. Niet dat het iets helpt, maar het idee is wel heel erg leuk. Echt een hele vette broek. Hey paard! Goedemorgen! Heb je er zin in? Ja, ik kom nooit zo vroeg. Nou, de paarden zijn opgezadeld en we gaan er vandoor. En ik zie trouwens dat die GoPro nog scheef staat. Oh, doei Sil! Even een bewijsje laten zien. Oh, het is gelukt om 7 uur te paard zitten. Het is exact 7 uur. Yes! Over 7, zo voelt het dus gewoon echt niet. Je bent echt geen stoere man dat je je vrouw voorop laat lopen. Hij gaat kakken. Een poephuis. Ja, achter in de bosjes. Oh, weer inspiratie. Kijk, hij is er weer. Wat een doortjes. Ja, die oortjes ook. Paarden, jullie moeten heel stil zijn. Niet hinneken naar elkaar. Ja. Oh. Stop. Nou, het stopt. Hij ziet iets. Ze zijn wel anders. Uriah is ook anders. Ja? Alsof hij wat ziet. Ja. Alerter, ja. Zou er wat zitten? Oh, hallo. Ga je lekker? Ze waren wel alert, hè, op dat stuk even. Alsof er misschien wat is weggerend of zo. Hey, Fiep. Hey. Ja, wat netjes jongens. Mooi zeg. Nog geen wild. We moeten nog eerder. Nee? Ja, ik dacht het ook echt hoor. Ja. Echt? Nou. Oh ja, 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 ja. Daar ging er een. Ja, ja, kijk, daar gaat hij. Oh, ze schrok ervan. Zij zag het natuurlijk. Hij ziet het niet. Ja. Op camera zien we het. Yes, we hebben er een. Ja. Hij is die kant op gerend, dus misschien zien we hem zo weer. Nee, hij reageerde helemaal niet. Misschien ook omdat hij het niet zag. Ja, oh, in ieder geval eentje. Maar heb jij hem net niet gezien?
Nou, we zijn al eventjes onderweg en ik praat zachtjes, want wie weet komen we nog meer wild tegen. Want ik hoop dat jullie het op de camera zagen, maar er rende een hert of ree voorbij, die schoot ineens de weg over. En Phoebe die schrok ervan. Maar Uriah die had helemaal niks door, want het hert kwam precies zo aan zijn blinde kant, dus hij zag het niet. Maar Phoebe die zag het wel en ik hoop jullie ook. De hoeveelheid wild vind ik nog een beetje tegengevallen. Ja. Dat mooi, blijf staan. Gaat die plassen? Als die herten ons zien, die denken ook, nou wat een loersheid. Huh? Hoor je dat ook? Heel raar geluid. Nee, het klonk echt als een mini brul. Zo. Ja. Sst. Sprongetje doen. Deze hier. Hij springt als een hert. Doe maar. Woe. Ja. Daar zijn we weer. Oh. Hey, hallo Piep. Vind je hem zo lief? Oh, wat doe je nou? Oh. Ik ben ook bang dat als we gaan draven dat je dan helemaal niks meer tegenkomt. Het ruikt hier apart. Naar brood of zo. Oh kijk, een heel hol daar. Ja, die is al net uitgegraven. Of zou het misschien ook te warm te zijn dat ze eerder wakker worden of zo? Ja. Ja, irritant hè? Kom maar hier zo. Kom maar hier kriebelen bij je vriend. Ik kan zo even terugkijken op het beeld hoe het eruit zag. Ja. Dan weet je ook wat ik heb gezien. Ik hoop echt dat je een goede shot hebt. Ik ook, ja. Nou, we zijn weer terug en de paarden die zijn lekker aan het eten. En Sylvia is ook heel blij dat we weer terug zijn. En de hoeveelheid wild die we hebben gespot, dat viel eigenlijk best wel een beetje tegen. 1 ree of hert en 4 hazen in het weiland. Maar die kon je niet op camera zien. We hadden verwacht iets meer wild te spotten, maar nou, misschien de volgende keer. Zo, 9:10. Zit hij al aan zijn eten. Een lekker ontbijtje. Ja, ik heb al ontbeten. Om 5:30 ochtends. Dat was lekker. Ja, lekker. Ja. Nou, de paarden die staan allemaal weer lekker achteraan in het land. Daar staan Phoebe en Uriah. En ik heb het speelballetje hier zo weer bijgevuld, die blauwe. Dus dan hebben ze weer lekker wat te doen. Veel plezier, paardjes. Doei. Oké, verrassing. Goedemorgen, daar ben ik weer. En het is wel heel erg toevallig. Het is nu exact dezelfde tijd als waarmee ik de vlog begon. 6:20. Het enige verschil is dat het misschien 3 weken later is. En ik ga het nog een keer proberen. Ik was de video aan het editen en ik denk, ja, dit is wel heel karig. 1 reetje die je ook nog eens heel ver weg ziet. Er zit hier veel meer wild in het bos. Misschien maakten we te veel herrie met 2 paarden. Of hebben we te veel gekletst, want het was ook heel gezellig. Maar we komen overdag nog meer wild tegen dan zo 's ochtends vroeg. En ik denk, ja, dat kan niet. Er leeft hier nog veel meer wild. Ja, dus ik ben voor deze video nog 1 keer heel erg vroeg opgestaan om 7:00 ochtends op Uriah te zitten. En hopelijk spotten we dan iets meer wild dan de vorige keer. Want we gaan gewoon weer beginnen met poging 2. Oké, ik ben bij Uriah en het is nu 7:15. En ik hoop dat het lukt om 7:00 op Uriah te zitten. Het is alleen een beetje jammer, want het is vandaag super bewolkt. De paarden zijn in ieder geval al wakker. Kijk. Daar achterin lopen ze met z'n drieën. Ja, ik snap het niet. Wanneer zullen zij eigenlijk wakker worden? Want het is nou 7:15. Ik denk, nou, misschien slapen die nog. Maar die zijn dus al lang weer wakker. Dag jongen, goedemorgen. Hey, met je vliegenkap en je mooie oortjes. Oh, lekker aan het eten. Lekker ontbijtje. Voordat we gaan, nog even een ochtendpoepie. Huts, ik wil hem echt meenemen. En hij denkt, nou, nog even kakken. Even wachten. Even een ochtendpoepje. Oh, wat ben je mooi. Oké, als ik in mijn vingers knip, dan zit het zadel erop. Tadaa! Mooi hè, Ur? En als ik in mijn vingers knip, heb jij een hoofdstel in. Knip! Tadaa! Ik heb weer eens gewisseld van hoofdstel. Nou, deze met die rosé gouden gespjes. Ja, die is wel echt heel erg mooi. Nou, wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Ik heb mijn GoPro weer op en ik zal zo even kijken hoe laat het is, want ik heb geen idee. Maar volgens mij wel na 7:00, maar we zijn er helemaal klaar voor. Ik heb nu trouwens niet mijn camouflage outfit aan. Die zit in de was, dus ik hoop niet dat we al te veel opvallen. Oké, even kijken hoe laat het is. Oeh, 6:07. Ah, iets later dan de vorige keer, maar nog steeds op tijd.
Oh, jurk. Nou, we zijn onderweg. En ik merk wel dat Uraya veel alerter is of zo dan op een ander moment van de dag. Want ik weet niet of je het af en toe ook hoort. Je hoort hem een beetje snurken en snuiven. Hij is niet bang of zo, maar misschien ruikt hij wel dieren die hier zijn geweest. Oh, het was een konijn. Ik schrok me dood. Er rende een konijntje weg. Uraya zag het niet eens. Die is natuurlijk ook blind, maar er rende een konijntje weg. Ik dacht dat het een klein reetje was. Of een haas. Ik denk dat het een haas was. Geen reeën, maar nee, een konijntje. Dat is ook leuk. We zijn bijna bij jouw favoriete stukje, Uraya. Eerst kijken of er geen reeën zijn. Dan schrikken ze zich helemaal rot. Wachten. Wachten. Ja, kom maar. Goed zo. Goed zo, jongen. Shh. Nu weer zachtjes. Heel goed gedaan. Mooi, hè? Hoe is? Niks, hè? Nee. Hier hebben we een slang gezien. Maar dat was ook gewoon overdag. Overdag spot je meer dan 's ochtends vroeg. We zijn dus al eventjes onderweg. En jullie kunnen het dus ook volgen via de camera. Maar tot nu toe hebben we één haasje of konijntje gespot. En ik hoop maar dat jullie die ook op de camera hebben gezien. Maar nog helemaal geen reeën. En ik snap het niet. Want op een dag, zeg maar gewoon overdag, dan kom ik er veel meer tegen. En het is wel zo dat de vogels hier omheen, als ik zeg maar met Uraya voorbij loop, dan slaan die vogels een soort waarschuwingskreet uit. Bijvoorbeeld die spechten en die merels, die slaan alarm. Dus misschien waarschuwen zij op die manier ook alweer de reeën, waardoor we ze niet meer zien. Maar ik vind het heel gek. We hebben ze nog helemaal niks groots tegengekomen. Ik hoor wat. Ik hoor wat. Ik hoor weer wat. Zie jij wat? Ik zie dus helemaal niks, hè? Goed zo, daar komt het aan. Er loopt iets. Oh, het is een mens. Nou, die heeft toch al. Of is het een paard? Nee, het is een ander paard. Huh? Hallo, goedemorgen. Doe maar het graf. Goed zo. Heb je er zin in? Uraya heeft er zin in. Ja. Dat zijn dus die spechten. En die zijn al snel aan het verraden. En die merel ook. Wil je een galopje doen? Galopje? Doe maar galop. Juist. Nou, ik heb dus een tweede poging gewaagd, maar heel erg succesvol was het niet. Ik vind het echt zo gek. Andere keren, als ik niet zo vroeg ben, dan spot ik slangen en reeën. Heb ik al heel veel gezien en ook konijntjes. En als ik 's ochtends vroeg ga rijden, dan zijn ze ineens allemaal weg. Of alle dieren in het bos hier, die zijn gewoon lekker lang aan het uitslapen. Zijn dat allemaal luilakken hier? Maar hoe kan dat? Waarom heb ik niks gezien? Kijk, er wordt een nieuw zwaluwnestje gebouwd. Dan gaan we weer baby zwaluwtjes. Nu moet je wel goed je kinderen onderhouden, oké? En ze niet allemaal naar beneden laten vallen. De zwaluwtjes die hadden hier bovenin ook een nestje, maar dat is echt heel hoog.
En ze hadden 4 kuikentjes, maar 3 van de 4 die zijn naar beneden gevallen en overleden. Kijk, 1 kuikentje zit nog daar. Wat je daar ziet, dat wittige met dat zwarte. Maar die zit al dagenlang zo stil. En er zitten ook steeds vliegen bij, dus die is gewoon overleden. Maar die is niet naar beneden gevallen of zo, maar die is gewoon daar overleden. Heel apart. Kijk, daar zo, waar mijn vinger naar wijst, daar zit het nest. Dus kun je zien hoe hoog het zit. Maar het was echt heel leuk, want we zagen de kuikentjes groter worden. En het begon al dat we de eitjes op de grond zagen liggen. En ja, daarna zagen we de kuikentjes steeds groter worden en groeien. En meer geluid maken. En toen ineens lagen er 2 dood op de grond. Die zijn ja, of gewoon uit het nest gegooid dat ze misschien te zwak waren. Maar we denken gewoon dat ze naar beneden zijn gevallen. En een dag later had ik de kruiwagen eronder gezet. Want ja, ik denk als er nog één valt, dan vallen ze tenminste zacht. En inderdaad, een paar dagen later lag weer een kuikentje in de kruiwagen. En de allerlaatste, die is dus gewoon daar heel random overleden. Maar de ouders geven niet op. Tenminste, ik denk dat het dezelfde zijn. Het kunnen ook andere zwaluwen zijn. Nog geen week nadat deze zijn overleden, zijn de zwaluwtjes alweer bezig met een nieuw nest. Ja, en zo ziet dat er dus uit, dat nestje, hoe ze dat aan het bouwen zijn. Kijk, hij is aan het bouwen. Stukjes klei of zo, ik weet niet waar ze dat van maken. Oké, nu wel goed je kinderen onderhouden, hè? Niet ze weer allemaal laten vallen. Hey, ik heb wat lekkers voor jou. Ja, je lekkere eten. Kom maar, zetten we het even hier neer. Hup. Oh, je kan er niet bij, je touw is te kort, wacht. Zo, kan je er nu wel bij? Is nou iets langer. Ja, nou kan je er wel bij. Eet smakelijk, jongen. Oké, ik heb alle klusjes gedaan en Uraya die staat weer in het weiland. En het was net heel lief, want ik moest Phoebe ook eten geven. En toen gingen Uraya en Phoebe echt heel lief naar elkaar hinniken. En ja, ik zal het dan eens wel even laten zien. En dat hele gekke kleine hinnetje wat je hoort, dat is Uraya. Maar goed, ik ga zo weer lekker naar huis, want dan moet ik de Star Stable update gaan opnemen. En het voelt een beetje als een gefaalde vlog. Nou, we hebben wel wild gespot, maar niet zoveel als ik had gehoopt. Dus ik hoop dat jullie het alsnog een hele leuke vlog vonden. Ja, niet elke vlog kan perfect gaan. En ik hoop dat ik er alsnog wat leuks van heb gemaakt voor jullie. En als je dit nou een hele leuke vlog vond, doe dan een duimpje omhoog. En laat het zeker weten in de reacties. Wat zullen we zeggen? Als ik 3000 duimpjes heb, dan doe ik het nog een keer. Voor de 3e keer. En dan ga ik nog eerder. 3000 duimpjes. Kijken of dat gaat lukken. En abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei doeg!